Ik ben Jan de en ik ben Leslie Arends en samen overvliegen we deze maand de arbeidsmarkt en de HR actualiteit. Onze blik op de wereld van HR en people management. Zo ben jij als HR professional op 30 minuten helemaal mee. Welkom. een nieuwe maand en dus ook een nieuwe zigzag Eetje Actueel podcast maar deze maand duik ik uitzonderlijk niet in de actualiteit van de arbeidsmarkt want dit is de allerlaatste zigzag Eetje Actueel podcast met Jan De Nees. Deze aflevering wordt daarom een speciale ik keer daarvoor terug naar, ik denk 16 maart 2002, en toen blikte hij in zijn column voor Jopad vooruit en waagde Jan zich aan twintig voorspellingen over de toekomst van werk. In welke mate zijn die voorspellingen ook realiteit geworden? Wel, ik ben bijzonder benieuwd. Welkom. Dag, Jan. Hey, hey Lesley. Laatste keer. Ach, kijk. Ja. En alles, en een alles, beetje... En alles komt een eind. En alles komt een eind, Maar we gaan nog wel samenwerken, hè? We gaan nog heel veel samenwerken. Ah, oké. Okay, dus, maar... Tot, maar uh... Al de mensen die nu ja. in paniek schieten, we gaan <laughs> niet weg. Nee. Oké. Okay, dat, dat is een geruststelling. Je gaat zeker ja. de arbeidsmarkt blijven volgen. Maar het is wel een speciaal. En in de laatste Absolute. aflevering Absolute. vertel Dat idee komt eigenlijk van jou. Wel, um, ik... Um, ja, zoals je weet heb ik een, heb ik een boek geschreven hè, en uh -huh. uh, ik heb daarvoor ook beroep gedaan op mijn ja, omvangrijk archief hè, uh, om dingen terug te vinden. En bij, plots vond ik in mijn archief dus uh, inderdaad uh, het stuk dat ik in 2002 heb geschreven en dat zijn dus twintig voorspellingen en dat uh -huh. was op basis van twaalf stukken die ik voordien in Job had, had geschreven, okay. zo'n blik op de toekomst. Dat ja. was een reeks van twaalf... Van uh, weken waar ik dus uh, terug, waar ik vooruit blikte. Mm -hmm. En voor alle duidelijkheid: de vooruitblik was tien jaar. Hè. Dat ja. zal nog wel belangrijk zijn, omdat. Ja, een aantal voorspellingen. Dus die ik doe, doe ik op basis van tien jaar. We zijn natuurlijk nu 22 ja. jaar verder. Mm -hmm. Dus daar moeten we een klein beetje rekening mee houden. Maar eigenlijk maakt dat in de kern niet zo'n groot verschil. Mm -hmm. Dus ik dacht, ja, daar moeten we toch nog een keer iets mee doen. En plots dacht ik: van ja, waarom ja. nemen we dat niet als laatste podcast? Uh -huh. ja. Oké, okay, maar dat is Hier prima. Zijn Hier zijn we. Uh, je hebt het krantenknipsel ook okay. bij jou liggen. Met de 20 voorspellingen, ik, ik, ik heb er dus zelf op dit moment nog niet helemaal een idee van waarover dat ja. gaat gaan, dus heel, ja. Uh, ja. heel benieuwd, hè? vertel, ja. met, met welke ja. wil je starten? Uh, we gaan beginnen met, uh, met die in die totaal niet is uitgekomen, okay. waar ik dus de bal volledig heb misgeslagen, mm -hmm. uh, gelukkig ik niet alleen, eigenlijk iedereen, hè? dus ik, ik, ga, <laughs> okay. ik ga kort de, de voorspelling doen, dus... Uh -huh. uh, dus tot 2010 hè, mm -hmm. zal de beroepsbevolking ontgroenen, vergrijzen en lichtjes toenemen. Mm -hmm. Na 2015 zal het aantal uitreders op de arbeidsmarkt het aantal intreders overtreffen en dit verschil zal in 2025 oplopen tot 140.000 okay. uh, personen. Dus ik maak daar de traditionele fout die we allemaal maakten, want wij baseerden ons natuurlijk als experten op de demografische evoluties. Mm -hmm. En iedereen weet wat er gebeurd is. Men heeft dus gigantisch de migratie onderschat. Ja. ja. Hey, dus, want uh, in- en uitstroom van de lokale mensen, dat klopt wel ongeveer, ja. Maar men heeft totaal onderschat dat er veel meer migratie was dan voorspeld, zodanig dat, de daling, dat er nog altijd geen sprake is van daling van beroepsvolking. En dat we zelfs kunnen zeggen dat die daling er wellicht ook nagenoeg niet zal komen. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. uh, dus dat is een, een zeer ja, fundamentele verandering. Uh, in elk geval hebben we daar uh, massaal hè, de bal misgeslagen, maar ook ik. Want ik kan ja. zeggen, ik passeerde mij op de demografen. Goed, niemand hield mij tegen om kritisch te zijn naar de demografen. Mm -hmm. Ik ben meestal heel kritisch. Uh, maar toen blijkbaar niet. Uh, en zie je wel, uh, als ik dan eens dus niet kritisch ben, dan. Wat dan, dan er gebeurt. Ja. Nog, maar nog toch, ja, maar kijk ja, dan ja, toch, Jan. Kijk dan toch. Ik had, ik had <laughs> ja. eigenlijk. Ja, je, je moet kritisch ja. zijn, zeker ook naar ja. jezelf. Ik had dat niet zo kritiekloos moeten overnemen. Uh, dus uh, de demografen ja. uh, zaten ernaast. En, en uh, het leert ook dat we voor de, de komende demografische uh -huh. voorspellingen ook. Dat serieus, maar ja. de korrel zou mogen nemen. Eigenlijk weten we bijvoorbeeld niet wat, wat immigratie gaat doen. Immigratie nee. gaat doen. We hebben eigenlijk geen idee van. Mm -hmm. uh, je ziet dat ze dan bijna altijd die zaken stabiel zetten. Hè? De, en eigenlijk geven ze daarmee aan, eindelijk weten we het niet. Ja. Dus laten we het maar stabiel. Dus, uh, ja, dus demografische prognoses blijven zeer, mm -hmm. zeer, zeer uh, vaag en onduidelijk. Okay. Hem, en dat zal voor de toekomst niet anders zijn. Ja. Ja. Dus met de eerste. Zat je ernaast? Ik zat er volledig naast. Bij de andere? Uh, ja. Welke kies je Wel, graag daar? Daar valt het uh, natuurlijk iets beter mee, want uh -huh. ik ga uh, er voorspelling 2 even uh, uh -huh. bij pakken. Dus voorspelling 2, we zijn 2002 nogmaals. Uh -huh. hè. Dus de structurele krapte op de arbeidsmarkt zal toenemen. Uh -huh. ja. Conjuncturele invloeden zullen deze krapte positief of negatief beïnvloeden. Maar knelpenberoepen beroepen zullen blijven bestaan. Het beleid zal er niet in slagen. Deze op te lossen. Ik mm -hmm. ja, denk dat dat klopt, uh, globaal. Hè? Dat is effectief zo geweest. Uh, je kunt zeggen van, je hebt het uiteindelijk nog onderschat. Want je mm -hmm. weet, mijn stelling is dat we ja. niet meer in pure krapte zitten, maar dat we eigenlijk in de richting van volledige werkgelegenheid uh, gaan. Ja, dat heb ik in 2002 niet voorspeld. Hè? Mm -hmm. Dus die term gebruik ik nog niet. Maar eigenlijk ja, is de krapte uh, alleen maar toegenomen. En inderdaad, de conjunctuur kan daar ja, een beetje op een beetje inspelen. Ja. Maar structureel is het alleen maar ja, krapper ja. en krapper geworden. En zitten we eigenlijk een, ja, een stap verder uh, dicht bij die uh, volledige werkgelegenheid. Mm -hmm. Waarvan ik ja, nogmaals zeg, hè, dus, uh, we hebben de boekvoorstelling gehad mm -hmm. een paar weken geleden. Uh, dat de, de consequenties daarvan, de gevolgen. Uh, nog niet volledig zijn... Doorgedrongen, zijn, vind zijn ik. ...zijn <laughs> ja. um, En daarom zeg ik ook, ja, dus dan, en goed, ik ga dan niet meer terugkomen op het boek, uh, dat het boek niet alleen interessant is voor HR-mensen, want ja, mm. ik denk dat dat uh, ja, voor de hand ligt. Hè, en er is ook veel belangstelling uit de uit HR-wereld, ook uh, HR-opleidingen en zo heb ik meerdere uitnodigingen, dus dat is allemaal prima. Alleen, uh, ik denk dat het nog een... Dat het boek ook zijn plaats heeft, ja, nog een niveau hoger, eigenlijk op het, op het hoogste niveau ja, van de onderneming. Want het, ja, het, het grijpt in op, op uw totale onderneming en zeker niet alleen op de HR-gerelateerde mm -hmm. uh, componenten ervan. Dus uh, ja, dat wordt een, uh, een hele stevige. Ja. Ja. Oké, okay, dat was ja. nummer twee, die is ons dus ja. wel uitgekomen. Okay. Benieuwd ja. naar de volgende. Ja, en dan komen we, want je kunt zeggen, ja, die krapte, oké, okay, dat, dat konden we toch een beetje voorspellen, ja goed. Maar ik voorspel in 2002 ook dat we uh, meer en meer thuis gaan werken. Ja. En dat is in 2002. Hè? Ik bedoel, in 2020 was dat natuurlijk niet, niet mm. moeilijk, hè? Uh, en oké, okay, dat thuiswerk zat ook voor die al in de lift, maar in 2002 was dat nog een relatief bescheiden ja. fenomeen. Dus uh, ik heb toen een, een stuk geschreven op, met verschillende aannames van, ja, mensen gaan toch meer nood hebben uh, om thuis te werken, omdat men geconcentreerd wil werken, mm -hmm. omdat ook uh, ja, de, uh, de reistijd vallen naar het werken een belangrijk punt was, enzovoort, enzovoort, een heleboel argumenten. En ja, goed, dat hebben we toch uh, goed voorspeld, we hebben het natuurlijk niet kunnen voorzien dat we daar plots die ja, enorme push ja, ja. krijgen, waar we nu een beetje de weerbots van krijgen. Ja. Hè? Ik bedoel, ik kom toch in, in wat bedrijven. Um, ja, toen is het eigenlijk te snel gegaan. Hè? En, en je merkt zo hier en daar, we hebben het er denk ik in de mm -hmm. podcast al over gehad, hier en daar is het een beetje terug, terugkeren, terug uh, naar een evenwicht zoeken, maar uiteraard niet meer met de bedoeling om ja, mm. terug te gaan naar de oude tijd, trouwens. Ik heb het al genoeg gezegd. Voor corona zat dat thuiswerk ook al in stijging. Ja, 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 ja. Dus als Klopt. ik nu met ja, zeer sterke disbelievers praat, want dat zijn er ook, die zeggen van ja dat is absoluut slecht, dat moet totaal weg. in het weekend een grote discussie gehad met een vooraanstaande captain of industry. Dan zeg ik van, wacht, oké, okay, als je dat wil doen in je bedrijf, het is, het is jouw bedrijf, maar weet dat die stijging al geruime tijd bezig was voor corona. Mm -hmm. Dus denk je niet van, ja, daar is iets speciaals gebeurd, daarom hebben we dat thuiswerk, corona is gedaan, dus terug daaraf. Ja, dan denk ik dat je de zaken toch niet helemaal, uh, niet helemaal goed schat. Maar bon, het is aan de bedrijven, ik heb het altijd gezegd, het is, hè, het is ja. aan de bedrijven daarom de beslissingen te nemen in samenspraak met de werknemers. Mm -hmm. ja. Ik vraag me zelfs af in die periode, want ik denk ik in 2002 nog in het volwassenenonderwijs werkte. Ja. En... Uh, mijn directeur werkte toen ook heel vaak thuis ja. en dat werd door de collega's bekeken als hij is helemaal niet aan het werken. Hij ligt gewoon in zijn zetel, ja. dus terwijl dat die man echt keihard uh, ja. bezig was. Ja. Maar gewoon in een, een secretariaat waar er continu ja. de vaille is, was dat voor hem onmogelijk om zich te concentreren. Ja. Ja. Dus hoe men er toen naar keek... Ja was eigenlijk ook van, men is niet aan het werken, dus was eigenlijk wel wow, wow. Ja. En dat was zelfs van medewerker naar directeur, en niet ja. omgekeerd. Hè? Ja, ja, ja absoluut. Uh. absoluut. Het was toen ook een geprivilegeerd ja. gebeuren. Hè? Ja, 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 ja. Het waren de bazen, de bazen en de die experten. Ik, ik, werkte, ik, ik ben ook een, een vroege thuiswerker, hè? Mm -hmm. maar vanuit mijn expertenrol uh, ja. kon ik dat kon ik dat doen, maar voor de rest in, in het pure bedrijfsleven waren dat inderdaad de, de, de topdogs. Ja. ja. Uh, en ja, dan dan krijg je natuurlijk dit soort uh, commentaar. Dat mm -hmm. uh, is uh, relatief, ja, dat is ja. eigenlijk gemakkelijk te begrijpen. Ja. 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 Oké. Okay. Volgende. Oké, okay, dan komen we bij um, ja, uh, wat we dan in die tijd noemden e-recruitment. Mm -hmm. uh, e-recruitment. Ja. Um, en daar zeg ik, nogmaals, we zijn 2002, uh -huh. e-recruitment zal aanbelang winnen, ja, Big ja. deal, <laughs> hè? als zelfstandig recruteringskanaal, maar zal geen dominante positie innemen. Oeh. Dus als apart kanaal, zeg ik van dat gaat niet dominant worden, wel uh, zal nieuwe technologie steeds belangrijker worden bij de meer traditionele tussenpersonen op de arbeidsmarkt, ja. zoals uitzendkatoren, ja. zoals VDAB. Dat tweede deel klopt, ja? dat is effectief mm -hmm. zo geweest, maar we kunnen niet ontkennen dat het, het hele i-gebeuren als apart, als apart kanaal, denk aan de LinkedIn's, denk ook aan de Indeed's, denk Zeker, aan Google, ja. social media, all, ja, noem ze allemaal op, ja, dat dat natuurlijk wel mm -hmm. een, dat is ja, dominant dat is dan misschien uh, te sterk uitgedrukt, maar een zeer belangrijke rol. Ja. Dus in 2002... Ik had het wel, en dat is dan het, de, de relativering. Ik had het over 2012. Ja. 2012 was, dat, was op dat terrein nog niet nog zoveel gebeurd. Dus die hm. grote versnellingen zijn eigenlijk nadien geweest. Ja. He, dus van die voorspelling kunnen we zeggen 50-50, zeker nu klopt het helemaal niet meer. Uh, op kortere termijn, op tien jaar, denk ik dat dat nog. Allee, dat, dat, wel nog dat je er nog mee vindt. weg zou, zou dat ik er nog, Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, want ja, want... We deden daar regelmatig studies. En die eerste mm -hmm. tien jaar bougeerde dat ja. bijzonder weinig. Maar dan hebben we natuurlijk die enorme versnelling gehad. Ja. En, uh, ik heb dan zelf studies gedaan. Denk, dus Maranstad waaruit we dan effectief, denk ik, voor het eerst konden aantonen ja, hoe belangrijk hun positie intussen dat dat geworden was. En vooral ja. ook dat... Het zoekgedrag, zowel bij werkgevers en werknemers in die zin veranderd, is dat beiden veel meer combinaties van kanalen ja. inzetten om elkaar te vinden. Dus het heel dat tussengebeuren is, is veel complexer geworden. Ja, ja, ja. dat is een ecosysteem, uh, noemen ja, dat, dan, hè? Dat hadden we dat ja. Dat hadden we nog niet voorzien. Hier praten we eigenlijk nog als aparte kanalen. Mm -hmm. uh, dus dat is ook een nieuw gegeven, dat, ja, dat ecosysteem waar ja. ik het over heb en die... Uh, ja, die toch wel een uh, heel interessant onderzoeksdomein gaat worden. Ja. En ook van, uh, ja, hoe, hoe gaan die ontwikkelingen daar, uh, daar gebeuren? Mm -hmm. ja. ja, en het is ook moeilijk wat je zegt, want toen deed je de voorspellingen naar 2012, zogezegd. Ja. Ik vind het heel moeilijk om anno 2024 terug te blikken naar 2012. Ja. Waar zaten wij toen? Dat Precies. is nog niet zo lang geleden, maar... Hey de nee, technologie in. is dat enorm. Ja, 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 ja. Er ja, is ja. veel meer gebeurd tussen 2012 ja. en nu dan tussen dan 2002 en 2012. 2012 ja. Absoluut. absoluut ja, ja, ja. Dus die absoluut. versnellingen, ja. zeer zeker. Oké. Okay. Ja. En misschien, ja, is, als dat zich doorzet, ja, dan ja. Um, gaan we binnen tien jaar, als we nog een keer wat voorspellingen doen, zal het uh, nog feesteravond. Oké. Okay. Ja. Ah, spannend, Dat, spannend, spannend. Nog ja. de volgende. Ik ben benieuwd. Dus zie, ja. wel, zie waarom ik blijf werken. Het is zeker spannend, <laughs> spannend, spannend, zeker nu. Nee, de, de vijfde voorspelling die ik, mm -hmm. die ik doe, voor alle duidelijkheid, het zijn er twintig. Maar ja, we gaan een selectie maken. We, we, ja. we doen er tien, anders wordt het een beetje te lang. Maar die twintig kunnen, kunnen verspreid worden. Ik heb ze doorgegeven. Maar ja. voorspelling tien. Uh, is de volgende. De rol van privé-intermediairen op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Nogmaals, we spreken over 2002. We hebben net de demonopolisering gehad hè, van de ja. VDAB. Voor de jongere mensen die gaan zeggen: Wat is dat in godsnaam? Wel, nog niet zo lang geleden, 25 jaar geleden, had het de VDAB het monopolie op ja. arbeidsmiddeling. Privé-initiatief daar rond was, was verboden. Niet, ja. Dus oké, okay, dat wordt doorbroken. Um, en. Um, ja, mijn stelling is van, kijk, de rol van die privé-intermediairen gaat belangrijker worden. Goed. Big deal. Mm. Het, zal, het zal wel zijn. Maar, wat zeg ik? Dat zal niet de kosten gaan van de publieke intermediairen. Ja. Mm. Want toen, de VDAB was daar heel sterk tegen, tegen de demonopolisering. Ja. Dus uh, uh, ik beschrijf dat ook. Hè. Dus men zegt van, wow, die privé komen hier en wij gaan verdwijnen. Hè. De ene pakt af van de andere. En ik zeg... In 2002, nee, dat gaat niet ten koste gaan van, uh, van uh, die publieke kanalen. Uh, dus die gaan naast elkaar blijven bestaan. Een stukje omdat, wat ik daarnet heb gezegd, dat mensen nu veel meer een mix mm -hmm. van kanalen doen. Want hebben we gezien dat bijvoorbeeld die publieke bemiddelaars hun vacatures op de website van de VDAB zetten? Mm -hmm. ja. Dus je krijgt daar een, 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 een synergie. En. Ja, ik heb zelf aangetoond dat de VDAB een zeer belangrijke uh, recruteerder blijft, een, een zeer belangrijke intermediair blijft. Dus mm -hmm. de, de doemdenkers die denken van die liberalisering en die, die, liberalisering en, en, uh, die privé ja, zal te kosten gaan van het publiek, het dat is niet gebeurd. Nee. Dat hebben wij goed voorspeld. Mm -hmm. ja, dus dat, uh, dat zijn voorspellingen waar ik... Uh, ja, ik zou zeggen, het meest uh, vier. Uh, vier? Of, of, ja? Ja, ja, omdat ja. dit, ja, ik zeg, dat ging een beetje in tegen de, uh, tegen, uh, de trend. Ja. Goed. Oké, okay, nummer zes. Oké, okay, zes ja. is, een, is eigenlijk een zeer actuele. Hè? Okay. Het gaat over, uh, maar ik had het voorlezen: hè? Uh -huh. diploma's o? zullen op de arbeidsmarkt belangrijk blijven. En dat zal niet verminderen door het systeem van wat we toen noemden de elders verworven ah, kwalificaties. Weet de je IVC's. dan nog. waar is het? Ja, waar ja? is het <laughs> maar het is heel de discussie die we nu weer hebben, waarvan men constant denkt dat dat een nieuwe discussie is, maar ik geef dus aan die discussie is zeer oud. Mm -hmm. ja? um, uh, dus toen al was het van die diploma's worden minder belangrijk en wij noemen dat hier elders verworven kwalificaat, maar nu zullen mm. we dat competenties noemen. Ja, ja. Ja, ja. Dus dan ik zeg ik, nee, die diploma's blijven belangrijk en dat gaat niet verminderen door het systeem van die competenties, die inderdaad ook aan, aan belang winnen, mm. maar het ene gaat niet ten koste van het andere. De twee spelen eigenlijk, uh, gaan eigenlijk, samen, uh, eigenlijk uh, uh, samen een rol. En ik denk dat dat globaal genomen klopt. Mm -hmm. hè? Uh, Oké, okay, je hebt daar de studie die zegt van ja, er worden nu minder diploma's gevraagd. Ja, bon, Dat is op zich eigenlijk meer een conjunctureel gegeven. En meer een, ja, door die krapte. Een, 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 die krapte, ja, dat bon, ze niet meer. Dus ja. we gaan de pool vergroten. Ja, en dan is het logisch om ook uh, competenties uit te vragen. Voor alle duidelijkheid, dat is ook niet, niks nieuws. Want mm -hmm. wat deed men vroeger? Mijn vroeger diploma, en als dan ja. Of relevante ervaring. ervaring. Ja, wat is die relevante ervaring? Ja. Dat zijn competenties. Dus ja. het is allemaal veel minder nieuw uh, dan we denken. En ik zie dus het belang van dat diploma uh, niet echt afnemen, mm -hmm. en dan pak ik eigenlijk een ander cijfer, ja. Ja. namelijk, als je kijkt naar mensen die in hooggescholde functies zetten ja, in 1990 14 procent. Van mensen in hogeschoolde functies waren mensen met een kort geschoold diploma. Die hadden dus geen diploma middelbaar onderwijs, mm -hmm. maar waren ze, hadden zich toch kunnen opwerken naar een hoger Toplaag. geschoold niveau ja. in 1990. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Hoeveel is dat nu, denk je? Goh. Dat is 3 procent. Dat is nog 3? Dus dat betekent in 2024 kun je als kortgeschoolde nooit meer. Ja, buiten dan echt heel uitzonderlijke de Bill Gates. De Bill Gates, die stopt deze ja. middelbaar en zich dat toch opwerkt door een eigen bedrijf op te richten. Wauw! Maar dat is dus 3 hè? Dus diploma's, wat dat betreft, zijn eigenlijk belang, vanuit zo'n perspectief belangrijker Belangrijk. geworden. Hè? Dus ik denk dat dat een voorspelling is die, ja, die dus uitgekomen is en die mm -hmm. zeker de dag van vandaag nog altijd zeer, zeer uh, ja. relevant is. Ik heb daar een haat liefdeverhouding mee met Hans dat verhaal van diploma. Ja. Ik was in het volwassenenonderwijs een sterk pleitbezorger van ja. mensen laten doorstromen. Want in het onderwijs kon je maar bepaalde vakken geven. En ja. Afhankelijk van je diploma werd je ja. meer of minder betaald ja. voor het vak dat je gaf. En ik vond dat. Ja. Ik vond dat niet fair in die periode, dus ik, ik had daar een heel zware. Maar, maar daar heb je volledig ja. gelijk in. Die, die, kritiek, ja. die, die kritiek vind ik volledig geldig. Mm -hmm. hè? Dus ik, ik denk dat men in, in sommige gevallen, en zeker in die publieke sfeer, mm -hmm. uh, dat daar nog ja, regelrechte discriminaties ja. zijn. Waar mm -hmm. men effectief alleen naar het papiertje kijkt en niet naar ja. competenties. Ja, ja. Dat, uiteraard pleit ik daar niet voor. Mm -hmm. Ik pleit alleen tegen een soort ja, romantisme. Zo. Ja, ja. Dat papiertje is helemaal niet meer. Maar uw competenties gaan het wel doen. maar Dat klopt ook niet, want mensen met een goed papiertje zullen globaal genomen ook zeer veel extra competenties verwerven. Vergeet ja. u niet. Hè. Denk niet dat het een, een compenserend gedoe is. Want als je wat minder hebt, dan heb je wel wat meer. Want ander? Nee, iemand die kort geschoold is, zal in heel veel gevallen ook weinig competenties hebben. Hè. Ja. Tijdens, Sluit het dan natuurlijk niet uit, maar als je het hele plaatje bekijkt, mm. hoe hoger geschoold je de arbeidsmarkt betreedt, hoe meer competenties je nadien gemiddeld nog gaat. Ja. Uh, het is eigenlijk een soort sneeuwbal. Ja. Ja. En als je met een grote sneeuwbal start, dan ga je niet meer ingehaald worden door een kleinere sneeuwbal. Ja. Ja. Uh, dus uh, uh, het is zeer lastig om met een achterstand, als je met de, op een achterstand de arbeidsmarkt betreedt, om dat in te benen. Ja. Dus daarom dat ik altijd ook die intrede en dat schoolse altijd sterk verdedigd heb. Uiteraard mensen die om een of andere reden er niet zijn gelukt... Ik heb altijd het tweede kansonderwijs ja. natuurlijk een mm. warm hart toegedragen tot op de dag van vandaag. Mm -hmm. Maar je zag toch ook wel dat die mensen dan een inspanning deden om dat diploma op te nemen. Ja, 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 het diploma en, heeft, en heeft een zeer belangrijk sociaal ja. effect. Ja. Hè? Ja. En ik uh, zou het dus niet ja. afschrijven. Men denkt nu weer zo van: ja, hups, men komt nu weer een beetje met die retoriek. Maar bijna 25 jaar geleden zei men dat ook. Daar is in elk geval niet veel van gebleken. Ja, ik schrik ervan ja. van dat percentage dat je inderdaad net aankaart, ja. die effectief doorstoot, die bestaan, maar het zijn de uitzonderingen en in het narratief blijkt dat zo'n beetje de norm te worden van you can make it, whatever, ja. eh, als je dus, maar hard genoeg werkt. 30 eh, ja, jaar geleden ja. kon dat nog een ja. beetje, nu is dat nagenoeg omhoog, dus het is volledig ja. <laughs> okay. omgekeerd met de retoriek. Wow. Verrassend, ik uh, ja. weet niet hoe ik ermee bij maar verrassend. Ja, ja, ja. ja, je kunt er verschillende bedenkingen bij hebben, ja. het ja. volledig eens. Mm -hmm. ja. Oké, okay. de nummer 7 of 8 ja. zijn we ondertussen uh, beland. Ik denk bij 8. 8 ben ja. Ik denk nou bij 8 zitten, het gaat snel, hè? Ja. Wel, in 2002 weer, want ik snap in 2024, gaat we zo, jong, is dat een voorspelling? Ja, in 2002 zeg ik, studentenarbeid gaat toenemen. Mm -hmm. Ook buiten de zomervakanties. Ja. Dus het gaat van een zomervakantiefenomeen, een volledig jaarfenomeen, worden. Nogmaals, ja, oké, okay, dat is nu zo. Mm -hmm. uh, in 2002 was dat helemaal niet zo. Hij was dat nog heel sterk daarin gecentreerd. En dan hebben we het beleid gehad die daarop heeft ingespeeld. Ja. Dus ja, een voorspelling die 100% is uitgekomen. Uh, en uh, ja, die nu ook een beetje op zijn, op zijn maxima zit. Want ja. nu krijg je inderdaad, die, die redeneringen van ja, maar wacht even, je kunt ook te veel werken. Ja, ja. Het is nog altijd de bedoeling om te studeren. Als dat de kosten gaat van studeren, en we hebben toch met onze studies van Randstad, kregen we toch wel ja. een commentaar van de studenten. Van, ja, eigenlijk gaat het soms de kosten van onze studie. Ja, Dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Mm -hmm. He, dus... We zitten daar wel een beetje op een, uh, op een, op een limiet, ja. uh, vermoed ik. Maar bon, het, ja, kijk, het is aan de studenten uh, en het blijkt om daarop in te spelen. Wat in elk geval wel duidelijk is, is dat dat ja, in het kader ook van toenemende krapte en uw globale ontwikkeling op uw arbeidsmarkt dat dat natuurlijk een, een fantastisch belangrijke pool is geweest ja, voor zeker. de bedrijven. Ja, bepaalde bedrijfstakken zouden, ja, zouden het nog veel moeilijker hebben. Had ik aan de horeca, die zeker, nu, ja, al ja. ja, het probleem zou alleen maar veel, nog een keer veel groeien. Ja, retail ook. Als ik denk aan mijn dochter, die, die elke zondag nu al een hele tijd gaat gaan bijklussen. En om de deur staan ze alleen nog mijn studenten in de winkel. Ja. Dus, uh, ja. oké, okay, maar... Ik, Onthoud, denk ik ook wel uw pleidooi, Jan, van een van de eerdere podcasts Van, de, en Je hebt het ook zelf net benoemd: limieten. Het zou niet verstandig zijn om dan nog te gaan verhogen, om het aantal uren dat, dat studenten kunnen werken doorheen het jaar nog ja. te laten verhogen, omdat het een beetje te kosten gaat van een, een diploma. Ik ben er zelf een levend voorbeeld ja. van. Hè. Ik werkte en studeerde en ik ben er steeds gestopt. Ja. Want ik verdiende veel centen. Ja. En ik vond dat zeer aantrekkelijk En ja. die school op dat ja. moment. Ik heb ja. het ervat, maar uh, ik ben daar. Uh, ja, dat kan ook een val, een ja. valkuil zijn, absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja. ja. Oké, okay. goed. Nummer. 9 dan? Ja, ja. ja. Uh, wel, ik merk, ik heb. Ik, ik, ja, uh, ik... Of we zitten aan 8 nog maar. Well, ik ben ook de tel acht, verloren. Omdat <laughs> ik merk dat ik één heb gemist, maar het komt zeer goed uit, want eigenlijk zijn er twee voorspellingen die een beetje in elkaar lopen. Okay. En, en het sluit ook aan bij het, het tweede hoofdstuk in mijn boek. Uh -huh. Dus het gaat enerzijds, zeg ik van kijk, nogmaals, we, we zitten in 2002, hè, dus ik blijf het benadrukken. Het was het, het, was het moment, zo einde de jaren negentig, van. Oh, dat vast contract uh, en dat werknemerscontract, dat heeft een beetje zijn beste passief, tijd gehad. Ja. Uh, we gaan de uh, free agent, uh, die zelfstandig projecten uitvoert en hopt van job naar job, het zij als werknemer, het zij als uh, zelfstandige, dat ja, gaat misschien niet de norm worden, maar gaat veel, uh, vele keren mm -hmm. belangrijker worden. En dus, en dus dat contract van onbepaalde duur gaat, gaat minder belangrijk worden, enerzijds, en ten tweede. Vo dat voltijdskarakter, dus het, het voltijdscontract, uh, um, zal ook systematisch achteruit lopen. Mm -hmm. En het deeltijdscontract zal uh, serieus toenemen. Ja? Misschien eerst de laatste. Ja. Hè? Voltijds naar deeltijds. Um, uh, hier zetten we weer heel belangrijk. 2012, mm -hmm. klopt mijn voorspelling? Ja? Ja. Dus tot 2012 ging, dat, ging het aandeel deeltijdscontracten effectief ja. uh, vooruit. Uh, maar, zoals ik ook al heb aangegeven in een recenter bijdrage, sindsdien is dat wel gestopt. Mm -hmm. Dus dat globaal aandeel, dus dat deeltijdscontract lijkt op dit ogenblik niet meer echt toe te nemen en het voltijdse blijft dus uh, de norm uh, in de meeste landen van Europa. Er zijn een paar landen waar dat iets, uh, ja, iets genuanceerder ligt, zoals bijvoorbeeld Nederland, ja. Zwitserland. Ja. Maar globaal is het, heeft het voltijdse ja, beter stand gehouden ook dan. Uh, uh, voorspeld uh, vroeger, uh, maar vooral duidelijkheid, mijn voorspelling hing tot 2012 en tot, tot op dat ogenblik klopt het dan. Mm -hmm. Eén, twee, die verschuiving naar tijdelijk ja. en naar het zelfstandig ja. de freelancers, maar eerst tijdelijk, goed, ik denk dat ik het de voorbije weken ook genoeg heb uh, meegegeven. Ja, we zetten ter hoger in zaken aandeel tijdelijke contracten. In vergelijking met de jaren 80. Ja. ja. We hebben dan een... We hebben zo eind de jaren 90 een korte... Ja, de enige keer een echte stijging had van 5 naar 10% procent ongeveer. Mm -hmm. Relatief snel. Ja, en dan denken we natuurlijk van, oeh, het is hier vertrokken. Het is hier vertrokken, ja. ja. En toen heb ik voorspeld van, oké, okay, uh, ja, dat gaat nog stijgen. Ja. ja. En ik, go, ik had zelf zo een beetje in mijn, in mijn hoofd zo van, god, misschien gaat dat wel stijgen naar 20%. procent. Ja. Dat is... Maar dat wordt in geen geval de norm. Dus mm -hmm. ik zei van, nee, de, het contract onbepaalde duur blijft de norm. Hè, waar dat op dat ogenblik in vraag werd gesteld. Maar ook ik vergiste mij in de omvang. Hè. Dus ja. ik dacht van, oh, dat gaat toch nog wel naar 20% gaan. We zien dat dat niet gebeurt. Nee. In Nederland is dat zoveel. Nog, maar in Europa zit dat ook rond de 12, 13%. En wij zitten op 8%. Dus een gottekus... Uh, grote evolutie van bijna een halve eeuw, van vijf naar acht mm -hmm. procent. That's it. Yeah. Dus, uh, ik heb toch het gevoel dat dat nog niet volledig uh, doordrukt. Dus ja, um, daar heb ik, denk ik, um, ja, toch wel de zaken, ja, vind ik van mezelf, redelijk goed, uh, redelijk goed uh, voorspeld en uh, mm -hmm. aangevoeld. Zei het, ja, dat, dat ik ook nog een stukje in die ja, mythe uh, ben getrapt van ja, het tijdelijk. En, dus het is nog... Klassieker gebleven dan ik zelf, dan ook ik dacht. Ja. Hoewel ik zei van het blijft klassiek, het was nog klassieker dan ik ook ik voorspel mm -hmm. ja. En dat is wel een knie daar nu. Natuurlijk pak je dan wat, wat kort op dit moment. Maar ja. denk je dat dat zo gaat blijven? Dat vraag ik nu niet op basis van cijfers. Maar zou het kunnen dat, want wat je wel merkt, is dat mensen die dan wel kiezen voor een, een zelfstandig ja. statuut. Die zijn wel veel jonger dan dat vroeger. Het geval was. zou het dan kunnen ja. dat we daar nu wel aan toenamen? Dus we gaan, ja, we gaan zien. Het klopt inderdaad wel dat... Allee, toen wij afstudeerden, was het het zelfstandig worden. Was... Een eigen bedrijf oprechten, dat, 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 dat bestond niet. Ik vind dat niet. geen optie. Hè? Nee. Nu is dat wel een optie, maar laat, laat ons niet, uh, ook weer niet overdrijven. Dat blijft nog altijd een relatief ja, kleine... En in hoop. die zin wordt het zeker geen norm. Maar het wordt nu een, een alternatief loopbaan. Ja. Het wordt een serieus... Ja, men houdt er rekening mee. En, en als je het vraagt aan jongeren, dus oh, ik denk 30, 40, zelfs dus yes. geïnteresseerd. Mm. Goed, als het puntje bij het paaltje komt. Dus, ja, ja. dus men stapt er veel minder in. En ik dacht, goh, hoeveel is het de, Ik denk tussen de 5 en de 10 procent die effectief. Ja. Nu, je kunt het ook als bij, bijjob ja. uh, hey, dus die, die beweging. Dus ja, we gaan, uh, we gaan zien. We gaan ook zien. Uh, je hebt ook veel uh, gemengde zaken, mensen die zelfstandig ja. zijn, dan toch weer in een werknemersstatuut stappen of omgekeerd dus het zijn allemaal boeiende dingen om te volgen mm. maar ik merk weinig aanzet om te zeggen van goh, de, de norm wordt anders ja. hè? dus de, de, de ja, je ziet een klein beetje evolutie maar niet, ja, ik, ik bekijk het een beetje maken, vanuit de helikopterzicht ja, ja, ja. niet fundamenteel nee. hè? dus dat, dat blijft volgens mij ja. Ja, als, als ik voorspelling moet doen zie ik niet meteen tekenen dat dat uh, heel sterk gaat uh, nee, veranderen. Maar het combineren ja. misschien wel. Enfin, ik, ik, dat, vind ik, dat triggert mij, dat ga ik in ja. de gaten houden. Een combineren ja, van een vaste en job en een job de in De freelance Bijbel. zie ik ook toenemen ja. nog. Hè? Dus dat, dat is een beetje hetzelfde zoals vroeger met dat tijdelijk. Hè? Ja, ik sluit niet uit dat we naar 10% gaan. Mm -hmm. Oké, okay, maar, maar het is nog blijft altijd nog marginaal. maar 10%. Ja. Hè? Uh, dus ja, dat, dat is voor mij geen norm. Hè? Een norm mm -hmm. is ja, echt. Ja, om. Wacht, een verschil te maken, moet je toch, uh, ja, dertig, ja. Ja, dan kun je zeggen ja, hoe. Dat, dat is hier. Dat uh, is er iets aan het veranderen. Daar zitten we ver van. En ik, allee, ik denk niet dat ik het nog ga meemaken. Ik doe geen voorspellingen voor binnen 100, zelfs niet binnen, binnen 50 jaar, want ze kunnen er mij toch niet meer op aanspreken. Um, goed. Dan komen we bij de laatste. De laatste, nou, ja. Dat, dat is misschien, maar nogmaals, ook weer 2002. Hè. Dus mm -hmm. het onderbreken van de loopbaan zal steeds meer ingang vinden bij vrouwen. Zal deze reeds bestaande praktijk zich nog voortzetten? Uh, en ook, mannen, ook bij mannen zal dit uh, beginnen toenemen. Toen was dat niet heel. Uh, dus ja, ik denk dat, beiden, uh, ook, uh, ja, dat, dat, dat die beide mm -hmm. voorspellingen ook uitgekomen zijn. Goed, ik denk op basis van de gegevens in 2002, met de gegevens die we toen hadden, was dat ook een relatief veilige ja, ja. Uh, voorspelling. Uh, we zien dat, ja, in, dat beide dingen zich ook voordoen, uh, maar het verschil tussen mannen en vrouwen blijft natuurlijk gigantisch. Mm -hmm. uh, en ook dat verschil zie ik nog niet meteen uh, en op korte termijn uh, uh, ja sterk afnemen. Ja, ja. Oké. Okay. Dat Bij... zijn ze een beetje. Ja, misschien. als ja. je daar nu op het ah, want uiteindelijk voor de meeste zat je er echt wel boem ook. Zat ik op. relatief dichtbij. Ja. Uh... Ja. Wat maakt dan... Wat verklaart die hoge succesratio? Is dat dan op basis van eh, het verleden dat je die voorspellingen ja. zo correct hebt gedaan? Of, ey, want heel of, vaak maar, zit men er helemaal naast. Hè? Ja, maar ik, ik denk... en allee, ik heb dat uh, ja, De, de slagzin heb je zelf al gezegd. Ik kijk nou, kijk nou, kijk nou toch... Ik heb altijd gezegd... Ik, ik kijk naar de data. Ja? Hmm. Dus ik kijk niet te veel naar de retoriek die overal verschijnt. Van en dit gaat gebeuren en dit... Ja, wacht, zien we dit in de cijfers? Ja. Als het echt is, dan moeten we het wel in de cijfers zien. En ja. dan komt met allerlei scenario's, zeg ik, oh, klinkt heel geloofwaardig, plausibel. Ik ga daar niet over. Maar als het waar is, dan zullen we het merken. Ja. Ja. Um, en omdat ik mij altijd heel dicht bij de cijfers heb gehouden, ik denk dat dat de verklaring is. Ja. Dus niet omdat ik een buitengewone... Buitengewone, of Nee, ik denk mm -hmm. dat het uh, wel de skill is om ja, je niet yeah. te laten afleiden. Je kijkt naar de cijfers en op basis daarvan yeah. uh, doe je, um, doe je uh, voorspellingen. Maar bon, ook ik heb dingen niet voorzien. He. Dus mm -hmm. je kunt sowieso de toekomst nooit, uh, nooit, helemaal, uh, nooit helemaal inschatten. Er zijn yeah. uh, altijd zaken... Uh, die anders lopen, maar soms nog in een, allez, als in het geval van een contract op een bepaalde mm -hmm. duur, ja, soms is het nog klassieker dan, dat we, dan dat we dachten. Ja. Hè? Dus uh, je ziet toch ook wel dat systemen resistent zijn, traag veranderen, dus als men zegt van, oh, het, gaat, het zal rap veranderen, dan is de kans groter dat het niet gaat gebeuren Parisien, dan wel. Ja. Uh, mm -hmm. Dus het is altijd veiliger om te zeggen, het gaat niet veel veranderen, dan het gaat wel veel veranderen. vroeg of laat. Want een keer af, ja. er zijn dingen die. Denk maar aan corona, plots verdubbelt dat thuiswerk. Ja, maar, maar dat die, zijn voor, echt gigantische gebeurtenissen. Maar in die, die 50 jaar ja. Heb, heb, ja, heb ik er zo geen vijf meegemaakt. Nee. Dus dit zijn zeer uitzonderlijke uh, situaties. En die zullen, nog voor, die zullen nog voorkomen op een andere manier. Maar altijd uh, minder dan we denken. Nu, omgekeerd, het is het natuurlijk veel spannender om met al die dingen uit te komen. Ja. Maar daar heb ik me altijd van weggehouden. Ik zei, bon, het kan saai zijn, dan is het maar saai. Ik, ik, weet, ik heb een, ik heb een uh, presentatie gehad van waarom de schildpad wint van, het, van de haas. Hè. Uh -huh. dus, uh, ja, ik had die beroemde parabel waar de schildpad effectief Ja, maar ik weet eigenlijk niet waarom. Nee, uh, ik weet het niet waarom. En, waarom? Uh, en ja, omdat, omdat we dus die, 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 die gestage kleine uh -huh. vooruitgang altijd onderschatten. Ja. Ja. En die plotse vooruitgang overschatten we systematisch. En daarom verliest de hazen dikwijls. Uh, van de maar uh, <laughs> dat, was geen dat was geen populaire presentatie. Nee. Het is niet, allez, ik heb die door de jaren misschien tien keer gegeven. Dus zo. Allez, het is dus mensen dat de mensen in de zaal zeggen: ja, ja. Oh, Jan komt ook okay, bij ons. Uh, nee, men heeft dat niet graag. Ja. Mm. Uh, nu, ik ben. Allez, ik heb altijd geprobeerd om goede presentaties te geven, maar ik heb bewust nooit het entertainment gehad of zo, wat is hier leuk om te brengen. Ja, ja. ja ik heb me ja, voor mij kon, moest, men, uh, moest het verhaal kloppen. Ja. Uh, ja. Anders zou ik mezelf uh, verraden hebben. En dat ja. heb ik uh, niet gedaan. Op al die uh, jaren dat je uh, het werk gedaan hebt dat je hebt gedaan. Oké, okay. ga maar. Het is um, vooral leer dat we helemaal afronden. Misschien wel verklappen wie dat er in uw voetsporen gaat reden. Want ja. we blijven. Uh, we gaan het niet meer met jou kunnen verder. Dan ja. Frank blijft uh, wel aan boord, maar je hebt een waardige opvolger uh, ja. gevonden, hè? Ja. Uh, vertel. Uh, uh, Wel, uh, mijn opvolger, nu heel wat mensen kennen, uh, kennen hem al, is de persoon die ook al uh, zeer veel optreedt en de laatste jaren ook al mijn rol heeft overgenomen mm -hmm. in zaken employer branding. He, dus Olivier Lefever wordt mm -hmm. mijn opvolger uh, hier voor deze podcast, voor ja. alle duidelijkheid. Hij wordt ook, dat is ja, een stukje primeur, mm -hmm. uh, want ik heb het nog niet openbaar gemaakt, wordt ook mijn opvolger in zaken public affairs. Oké. Okay. He, dus uh, ja, het onderhandelen met uh, overheid, uh, externe stakeholders, ja. de positie van. Um, ja, de, de bredere HR-problematiek uh, okay. uit zijn Dus bij de werkgeversverenigingen, bij de vakbonden, bij de politiek. Dus daar treedt hij hoor. in mijn ja. voetsporen. Wim van der Linden, voor alle duidelijkheid. Ja. Dat is denk ik wel al bekend, maar hierbij toch nog eens. Dus heeft mijn rol overgenomen twee jaar geleden al. heeft dat uitstekend Met gedaan uh, als woordvoerder. Ja. Uh, dus, en uh, zoals Wim dat uitstekend doet, zal uh, ook Olivier dat... Uh, Heel uitstekend toen. Ik zeg er alleen bij, uh, ik ben ik uh, en Wim is Wim en Olivier is Olivier. Dus beoordeel de mensen op hun merites. Ja. Begin niet te vergelijken, want... Uh, Iedereen heeft, is uniek. Hè? Uh, dat heeft ja. Een, ja. ja. En ik zie aan de hand zitten met hun oog ook een fantastische award staan die je eigenlijk uh, hebt gekregen van de collega's. Ja, hè, is, uh, uh, ja. Ja. Misschien dit moet is, je hem wat ja, dichter... Want dat is serieus ja. zwaar, ja, effectief. Ja. Ja, dat is het meest fantastische cadeau. Ik had ja. nooit kunnen denken in dat, ze dit, uh, ja, dat ze dit hadden bedacht. En dus ze zeiden, mm -hmm. ja, dat was toch logisch? Ja, uh, ja misschien. Maar ik, allee, ik viel totaal uit de lucht. Ik stond daar sprakeloos. Ik was dus er mee, ik heb het gezien. Dit is al, ja, dat gebeurt <laughs> ja, niet veel, dat sprake ik sprakeloos <laughs> ben. Maar is ja. hem nee, ik ben er heel, heel, heel fier ja. op. Ik vind het een prachtig. Ik ja. heb het altijd ook een prachtige award gevonden. Uh -huh. um, en voor dus de mensen misschien die heb... luisteren, want iedereen kijkt wat dat je nu vast hebt. is eigenlijk de Lifetime Achievement Award ja. die ja. je gekregen hebt vanuit Randstad. Ja. Um, maar die ziet eruit als een employer brand award. Dat is de award die, die dus ja. de meest, het meest aantrekkelijke bedrijf krijgt ja. elk jaar, uh, en waar ik ook toch wel heb gemaakt, dat de bedrijven daar heel fier op zijn. Ja. Dus ik ben uiteraard zeer fier. Uh, op deze award. Hè. Dus oh. ik heb al gezegd, als ik later uh, nog met paar voorwerpen uh, moet verkassen naar een woonzorgcentrum klein, <laughs> in zo'n klein mee? kotteke. Ik mag zo een paar postuurtjes meepakken, dan, dan, mee. dan zal ja. dat erbij zijn. Ja. Ja. Ik zie u niet daar uh, verblijven, in alle eerlijkheid, Jan. En ik denk dat tegen dan dat er ook al heel veel andere initiatieven zullen zijn. Co-housing, noem maar op. En de robots gaan alles regelen. Gaan alles regelen hè. Ja. Nee, het was mij in ieder geval jarig, maar eigenlijk enkel nog om u, om u te bedanken. Jan, ja. ik heb ook een klein een cadeautje mee voor, voor jou, ga ik jou straks mm -hmm. geven. Um, niet alleen voor de fijne samenwerking in, in, in de podcast, de gesprekken die we voorafgaand aan de podcast en achteraf dikwijls nog met elkaar hadden, maar ook, ja, ik durf dat te zeggen, als professional, want ik ken je al langer dan vanuit mijn rol bij zich, zeg je, was daarvoor nog bij VOV Learning Development, maar zelfs in het volwassenenonderwijs ging ik nog, en ah, ging ik eigenlijk regelmatig naar al die congressen waar jij kwam spreken. En in dat opzicht heb je ook op mijn uh, ja, professioneel Pad toch wel wat belangrijke bijdrages uh, geleverd. Dus uh, ben je daar ook zeer, uh, zeer erkentelijk voor. Um, en ik ga heel graag samenwerken, uiteraard, met Olivier ook in deze podcast, maar ik ga je toch wel heel erg missen. Ja, maar onze <laughs> samenwerking. Stopt het niet neer. Niet nee. uh, uh, dat wil ik toch ook uh, aangeven, Leslie, dat uh, deze podcast, ja, dat er toch hier van de. Fijnere dingen was uh -huh. ook om te doen. Ik vond het heel leuk om te doen, dat, uh, dat zal je niet verbazen. Maar uh, toch ook mijn waardering voor wat dat je allemaal hebt uitgebouwd. En ja, alleen al dat concept hier, die format. Ik had nooit gedacht dat dit uh, zo'n succesvolle formule kon zijn. Mm -hmm. Ik uh, moet eerlijk zeggen, had men mij dat op vooraf gezegd? Ik Onmogelijk <laughs> dat dit zo'n bereik ja. heeft. Uh, maar uh, chapeau daarvoor. Uh, omdat uh, ja, en toch een ja, niet zo gemakkelijke markt en mm -hmm. toch een zo ruime markt om Zeer dat allemaal neer te maar. zetten dus mijn uh -uh. Uh, respect is uh, eindeloos. Uh. <laughs> Oké, okay. in ieder geval hartelijk bedankt voor deze allerlaatste podcast met jou, Jan. Met, met veel plezier. <laughs> Dank je wel. Dankjewel. Het gaat jullie goed. <laughs> Merci. Dank je wel ook uh, aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Ja, vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk HR-collega's. Verder, heb je honger naar meer? Ja, dan weet je ondertussen wel al dat er nog belachelijk veel afleveringen te beluisteren of te bekijken zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast. Hè. Allerbelangrijkste, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.